Hier staat boven, beste Dato Steenhuis, denkt u dat de toestanden in Israël en Hamas ook ooit tot een oplossing zal komen, of dat de toestand ooit tot een oplossing zal komen? Wat is uw mening hierover? En er is merkwaardig genoeg een dergelijke vraag gesteld. Goedendag, broeder Dato, heeft Psalm 83 en Zacharia 12 iets met elkaar te maken? Wanneer zal dit plaatsvinden? Kunt u dit voor mij nader verklaren? In Psalm 83 gaat het over het oordeel over de vijanden van Israël. En daar worden ook Filistijnen bij genoemd. En in Zacharia 12 is dat ook zo. Daar worden ook de Filistijnen bij genoemd. En de andere vraag, dus de eerste, die luidde van wat vindt u daarvan? Die situatie tussen Israël en Hamas. En zal dat ooit een oplossing geven? Wat is uw mening? Nou, natuurlijk heeft iedereen vandaag nagedacht, denk ik, over Israël en Hamas. Nu is Hamas een deel, een soort organisatie in de Gazastrook. Maar eigenlijk zijn ze een zeer apart gezelschap. Het is niet zomaar één op één hetzelfde. Bovendien zit er nog een groep in het noorden, een beetje in Libanon, de Hezbollah. Met dezelfde motieven om Israël om te brengen en om dat hele proces om te keren. In 1948 heeft Israël een staat gekregen via de Verenigde Naties, een officiële erkenning. En toen is de vraag gesteld aan de Palestijnen van toen, de Filistijnen, Palestijnen van toen, zouden jullie dat ook willen? En toen hebben ze nee gezegd. Want vanaf het moment dat zij ja zouden zeggen, zouden ze toch erkennen dat Israël ook een staat was. En dat erkennen van die uitdrukking, dat was al te ver. En sindsdien is er alleen maar gedoe. Of het één op één hetzelfde is als Filistijnen van toen, van vroeger. Tijd van David, Goliath, Filistijnen. Ook al eerder. Dat betwijfel ik. Dat is misschien wel een samenraapsel van heel wat etnische groepen vandaag. Wat zich dan nu Palestijn noemt, omdat ze daar in Palestina wonen. Die oorlog tussen de Palestijnen en de Filistijnen en Israël is eigenlijk een permanente strijd geweest. Ik noemde u al David Goliath. Dus Goliath was toen een reusachtig modelfiguur voor de Filistijnen. Maar constant is er strijd geweest tussen de Filistijnen en tussen Israël. Filistijnen komen ook uit Egypte, of zijn niet uit Egypte, maar die via Egypte zijn ze in het beloofde land gekomen, zegt de Bijbel. Ze hebben dus een weg van de Filistijnen genoemd gekregen, die leidt van Egypte naar het beloofde land. Die route duurde een dag of 11, als je zou lopen. De Heere zegt van zijn volk Israël, als hij ze uit Egypte haalt, niet op de weg van de Filistijnen. Dus die was er al. Toen zij gingen, was die weg er al. En toen woonden die lui ook al in een van de betere plaatsen aan de Middellandse Zee. Als je dan toch ergens moet wonen, dan daar maar. Maar het is een hele bijzondere ontwikkeling. En die Filistijnen die zijn sindsdien toch wel steeds een soort strijdtoneel gaan vormen. Ook als de ark gereed gemaakt of buit gemaakt wordt, dan is dat ook door de Filistijnen. En die weten met die ark ook weer geen raad. Die gaat van de ene tempel naar de andere tempel daar. Uiteindelijk sturen ze hem maar terug. Zo van de Heere zegenen de greep. Want wij weten het ook niet. We weten niet hoe we dit moeten hanteren. Constant. Die strijd is sindsdien gebleven. En dat zal ook blijven. Want ze willen absoluut niet
erkennen dat Israël een recht zou hebben op die plek daar aan de Middellandse Zee. Terwijl ze dat officieel gekregen hebben van de Verenigde Naties. En bovendien, wat de geschiedenis betreft, honderden jaren in bezit gehad hebben. En voor zover ik mijn Bijbel ken, beste mensen, zullen ze dat ook in bezit houden. Of het nu zo is zoals nu, dat betwijfel ik nog, maar ze houden, Israël houdt echt Jeruzalem als hoofdstad. En er zal nog een geweldige zegen komen uit die hoofdstad, ook voor de Palestijnen. En de Heere zegt, heel concreet, in Zacharia 9, had ik even opgezocht, als je die vraag hebt van tevoren, dan kun je dat ook doen. Ik ga er een klein stukje van voorlezen, van Zacharia 9. Zie de vers 4, Zacharia 9 vers 4. Zie, de Heere zal het in bezit nemen, hij zal zijn vesting in de zee verslaan, hij zal het door vuur verteerd worden. En dan komt het eigenlijk wat ik bedoel. Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza. Oh, dus daar heb je een duiding van de Gaza-strook. En dat zal hevig beven, ook Ekron, dat is een van de steden daar in dat gebied, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen. Nou, dat, als je dat vandaag haat roept, dan krijg je misschien wel een steen naar je hoofd gegooid. En Askelon zal onbewoond zijn. Dat is notabene op dit moment in bezit van Israël. Maar het is wel dezelfde streek, daar vlakbij, vlak boven de Gazastrook ligt Askelon. De bastaard zal in Asdod wonen. Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen en zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. Ook hij zal overblijven voor onze God. Hey, dit wordt helemaal anders. Hij zal zijn als een leider in Juda. En Ekron als een Jebusiet, een inwoner van Jeruzalem en zo. Ik zal mij als een wacht rondom mijn huis legeren vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien. Verheug u zeer, dochter van Sion, Israël dus. Juich, dochter van Jeruzalem, nog duidelijker Israël. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, hij is een heiland. Arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Ephraim wegnemen en de paarden uit Jeruzalem, de strijdboog, zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einde der aarde. Dat laatste stukje, dat kent u. Hij zal op een ezelsveulen Jeruzalem binnenrijden. Dat wordt met palmpaarsen altijd benoemd. Dit wordt altijd genoemd. Dit stukje tekst uit Zacharia pakken we. Maar dat er Paul daarvoor, direct daarvoor, hetzelfde hoofdstuk, gezegd wordt van, er zal geen koning meer in Gaza zijn. En de steden daar, dat zullen de prachtsteden voor de Heere zijn. En ze zullen daar zijn als een soort stam in Israël. En ze zullen dan vallen onder de vredevorst, onder de koning van de vrede. En wie is dat dan? Nou, op dit moment kan ik onmogelijk zeggen dat de regering van Netanyahu of van een opvolger van deze meneer een soort vredekoning is. Dat laat ik ook los. Maar ik weet zeker dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg, die daar midden doorspleint. En dat hij Jeruzalem binnengaat. En dat in Jeruzalem een tempel zal zijn. En daar gaat hij wonen. Vanuit die tempel komt een zegenstroom, die in het Ezechiël-boek, hoofdstuk 47,
die Tempelbeek genoemd wordt. Die zegenstroom, die gaat maar door. En in die tijd zullen ook de mensen van de Gazastrook, zullen de Filistijnen ook de enorme zegen van de aanwezigheid van de Heer Jezus, de vredevorst, ervaren. Dan is de oorlog voorbij. Dan worden ploegscharen gemaakt van wapentuig. En dan is er geen gedoe meer. Het is dezelfde tijd ook dat koe en berin samen weiden. Dat betekent dat er ook wat de dieren nu, laten we zeggen, uit elkaar houdt, is ook verdwenen. Het is een compleet nieuwe situatie. Die nieuwe situatie komt er. Ik geloof dat je je hand erop moet leggen. Er zijn meer plaatsen. U noemde zelf in uw vraagstelling al Psalm 83, nou, Zacharia 14. Lees ze maar. U vindt daar de profetieën over wat ze zich nu aan het ontwikkelen is. Maar op dit moment zitten ze elkaar in de haren als nooit tevoren. Nou, dat weet ik ook niet precies, want de strijd in de tijd van Goliath was ook hevig. En er gebeurde enorm veel. Ging heel veel stuk. En toch. Dat prachtige beeld is hier, weet je, ook voor die streken, ook voor die mensen en voor die landen is er vrede. En is er een vredevorst en is er een zegentijd in het vooruitzicht gesteld. Dat zijn prachtige dingen. En die mag je toch meenemen vandaag in het conflict. En een paar dagen geen oorlog zoals we nu net gehad hebben. Maar ja, nu dateer ik ook deze toespraak. Maar dat is dan zo. Maar dat is zomaar weer anders. Dat kan zomaar weer helemaal ontploffen. En dan heb je weer verschrikkelijke dingen. Maar dit is het eindpunt. Hier loopt het op uit. En dat wil ik graag vasthouden. En daar zou ik ook graag voor willen bidden. De vrede voor Jeruzalem. Zoals Psalm 122 dat zegt. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Die zal er pas zijn als de vredevorst daar heerst, als de vredevorst daar zijn plaats heeft. Dat is niet nu. Dat is absoluut nog niet nu. Maar die vrede die komt wel. Nou, voor die vrede willen we bidden. Daar zit ook de zegen van de Filistijnen, van de Palestijnen, de zegen van de Gazastrook bij in. Heel concreet, de Bijbel zegt dat zo. Ik wil toch graag een gebed doen. Vader, u weet hoe het nu gaat daar in die contreien. Ik wil ook graag bidden voor de mensen daar in de Gazastrook. Dat ze misschien hoop zullen vinden, ook als ze dit soort teksten zouden lezen. Ik wil ook bidden voor de mensen in Israël, als ze dit lezen. Dat ze hoop zullen vatten en moed zullen krijgen. Om eens een keer op te houden met zichzelf te promoten. Maar het verlangen uit te spreken dat de vrede vorst, de vredekoning, daar zal binnenkomen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere, dat zullen ze dan zeggen. Elke tong gaat dan belijden dat hij Heer is. En elke knie buigt voor hem. Wat een dag zal dat zijn voor de Heer Jezus. Maar wat een zegentijd zal dat teweeg brengen voor de mensen in Israël en ook voor de mensen in de Gazastrook. We danken u dat gaat doen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Dat was deze vraag. De volgende keer gaat Willem Ouweneel met een andere vraag verder. 2 weken later, of over 2 weken, hoop ik terug te zijn. Ik hoop dat u geniet van de Heer Jezus en van die prachtige dingen uit de Bijbel. De Heer zegene u.